Rustig jullie? Ja, gaat goed. Ja. We mogen lekker open blijven. Ja. Dus we mogen niet mopperen. En ja, dat doen we ook met deze zaak uiteraard. Die 70 jaar bestaat, Chocolaterie Burger. En natuurlijk de Primera aan de overkant. Ja, maar dat is nu alleen natuurlijk postafhandeling eigenlijk. Dus, Ja, maar toch blijven we open. Ook al hebben we een advies gekregen om dicht te gaan. We blijven open, we hebben wat te doen. Mensen komen binnen. En ze zijn ons dankbaar, want ja, ze kunnen hun pakjes kwijt. Ze kunnen hun pakketten ophalen. Maar ik kom ook eigenlijk voor de chocolade, want... Ja, jullie hebben het hele jaar eigenlijk gevierd, hè, dat jullie 70 jaar bestaan. Dat is natuurlijk ook niet niks. Maar waar begon je nou precies de chocolaterie? Ja, onze ouders begonnen de chocolaterie in 1950 aan de overkant van de straat. Waar nu Bakkerij Bliek zit, het meest linkse pandje. En daar ben ik ook opgegroeid eigenlijk, daarboven. Toen in de jaren 60, 1966, werd dit opnieuw gebouwd in Anton Pieckstein. Deze rij. En, want vroeger hadden wij een vuurwerkwinkel naast ons. Gerja. Legendarisch. Wel bekend bij de oude Middelburgers. Nou, afijn. En toen verhuisden wij als gezin. Ik heb twee oudere zussen met pa en ma naar deze kant. En hierboven woonden wij natuurlijk. En hieronder hadden we de winkel, de chocolaterie. En dat was eigenlijk een hele sterke verkaderwinkel. Mijn vader had een goede overeenkomst met Verkade, koekjes van Verkade, chocolade van Verkade. En niet te vergeten de automaten die wij buiten op hingen. Weet ik ook nog. Drop, kauwgom. Heeft hij nog trauma's van? Ik moest als kleine jongen natuurlijk altijd die dingen verzorgen en leegmaken en onderhoud. Dus, maar ja, goed, oké. Okay. En daarna mocht ik wat spelen. En nou ja, gaandeweg werden wij natuurlijk ook ondergedompeld in de zakelijke sleur. Dus we moesten meehelpen met allerlei zaken. En ja, zo ben ik eigenlijk erin gegroeid. Want, ja. Op een gegeven moment, in 1986, zei mijn vader, oké, we gaan daar aan de overkant een nieuwe winkel, een grotere winkel beginnen. Dus toen verhuisde de chocolaterie weer naar de overkant. Ja, en was het toen niet zo wat, ik zit te denken, want er hebben heel veel Middelburgers, dat zijn Middelburgers die hier op de Stedelijk hebben gezeten, die herinneren dit, dat je hier inderdaad altijd om smels ging en dat soort snoep. Klopt. Maar dan stond het hier altijd zo vol met van die, met van die scholieren, dat werd natuurlijk ook gepikt. Dus, jouw vader was altijd best wel streng. Was heel streng. Die stond bij de ingang. Ja. Naar de deur mochten er maar 5 naar binnen. Een soort coronabeleid eigenlijk. Maar er komen nog steeds mensen inderdaad hier nu in de winkel en die kopen de spekjes, die wonen dan elders. En dan komen ze in Middelburg en dan komen ze toch even langs, even om spekjes kopen. Ja, en die smels, ja, dat was, en volgens mij kwamen die roze koeken ook bij jullie vandaan. Roze koeken, smels. Hele pauze zat. En van die kokoszoenen. Ja. Van die blokken. Schuimblokken, ja, van alles. Dus dat was allemaal oud-Hollands snoepgoed. Wat per stuk werd verkocht. Ja. Ja, dat zie je niet meer zo vaak. Maar goed, jullie houden het gewoon al keurig 70 jaar vol. En is het nou ook heel veel veranderd, jullie markt? Want nu is het echt een chocolaterie, ja, hè? We zijn dus 6 jaar terug weer hier naartoe verhuisd, 7 jaar terug. En toen hebben we toch wel wat artikelen gesaneerd. En we houden ons nu voornamelijk bezig met chocoladeverkoop, bonbons, chocolade. Nog wat specialiteiten natuurlijk, Zeeuwse roomboter, babbelaars. Andere Zeeuwse chocoladeproducten en dropproducten. Niet te vergeten thee hebben we nog, de Engelse thee. En zo met de seizoenen hebben we wat buitenlandse specialiteiten. Zoals je hier naast je ziet, de Wolkers. Ik zal zo nog even wat shotjes maken. Ja. En Engelse puddings en crackers. We proberen dat zo toch een beetje mooi te maken. En exclusief te maken. Ja. Maar nou ja, dan heb je nu 70 jaar gehad en dan komen er nu weer 70 jaar aan. Dan komt altijd de vraag, want je bent natuurlijk nog, jullie zijn nog hartstikke jong, maar is er ook sprake van opvolging? Of, We hebben 3 kinderen en het zou allemaal nog kunnen. Ja. Ze doen nu hun eigen opleiding en werk. Maar wie weet, we zien het wel. Maar we zijn er nu nog niet zo heel erg mee bezig. Gewoon genieten van deze onderneming. En, want we moeten toch voor zeker nog een jaar of zo. Ik wens jullie veel succes in de komende 70 jaar. Ja. Bedankt voor jullie tijd. Ja. Dankjewel. Top. Gaat het goed met jullie? Ja, je mag het ook maken, maar je bent toch een koffie zo. Ja, dat ken ik nu wel, hè? Ja, dat zou kunnen. Want hoe lang werk jij er inmiddels? 5 jaar. Nou, dat is ook een jubileum, hè? Dat was een jubileum gehad, ja. Ja, dat is ook een jubileum.
Maar Els, ja, maar jij geeft altijd liever het woord aan Anthony, maar nu ja. pik ik toch even op dat jij een dochter bent van het oude de schilderswinkel Spruit en van Decoret. Ja, ja. Maar dan kom ik toch graag nog een keer bij je terug, ja. Want daar zit ook een hele geschiedenis aan. Daar zit ook een hele geschiedenis, ja. Mijn ouders zijn er ook heel jong begonnen. En, ja. Ik had er geen idee van, dus jullie zijn echt een middenstands echtpaar. Ja, en we komen allebei, ja inderdaad. Ja, super, maar dan kom ik nog een keer apart op terug bij jou. Dat de foto's zijn, man. Ja, we vinden vast wel iets.